Deze gym heb ik sinds 2020, net voor corona, gestart. En ik ben in 2014 begonnen met zelfstandig personal training geven. 8, 7, 6, 5. 3 jaar mbo gedaan en toen wilde ik eigenlijk de overstap maken naar het hbo, omdat ik toch net wat meer uitdaging zocht. Toen ben ik op het hbo beland en dat viel zo tegen voor mij. Dat was niet mijn pad, dat ik terug ben gegaan naar het mbo om me daar toch nog verder af te maken. Ik wist heel duidelijk wat ik ging worden en ik vond het hbo te breed. Het mbo was echt wel, dat was mijn thuis. Ik kon zo de draad weer oppakken en kon zo weer verder gaan. Het contact met mensen vind ik heel fijn. Ik heb echt wel het gevoel dat ik goede kennissen train, zeg maar. Je begint op een bepaald punt en mensen komen echt tot een heel mooi einde. Dat vind ik heel mooi. Alles wat ik tijdens de opleiding heb geleerd, dat gebruik ik nu echt nog dagelijks. Ik heb het daar sowieso heel erg naar mijn zin gehad. Ik vond de docenten heel fijn. Het was niet super formeel. Dat vond ik heel prettig. Maar met heel veel diepgang, echt heel veel informatie. Ik heb het daar heel erg naar mijn zin gehad. Het zou echt wel mijn droom zijn, en daar werk ik naartoe en dat gaat gebeuren, dat wij de PT-studio zijn van Groningen en dat iedereen die ook maar denkt aan ik wil graag personal training volgen, dat ze bij ons terecht kunnen.